Hoor je dat, mensen? Nee, het komt, je hoort inderdaad niet, want de motor staat uit. En daar gaan wij verandering in brengen. Je hebt die uitstaat, maar dat je wel wat geluid doet. Want wij gaan in deze aflevering volgens met Joey een kraapje adapteren onder deze Kawasaki Z1000 fucking dikke bak. We hebben net even laten zien wat we vlees in de kuip hebben. De Kawasaki Z1000, een spiksplint nieuwe motor met slechts 1 km moet tellen. De kenteken plaatst hier nog niet eens op. Ja, dat mag inderdaad niet, maar goed. Hij moet even vet veel maken voor jullie, dus doen het gewoon. We gaan even laten horen hoe die standaard klinkt. Of wat je er eigenlijk niet hoort, want hij klinkt even gemeten. Hij maakt nauwelijks geluid. Ik heb een geluidproever, die gaan we erachter zetten. Dan gaan we kijken hoeveel geluid hij naar standaard maakt. En dan de montage van de Acra en de switch van het geluid. Oké, dan, ik heb hier een politiekoffertje, want ik ken namelijk een heel knap chickie, een sportief chickie, een chickie die jullie misschien allemaal kennen, die dit soort apparatuur heeft en ze werkt bij de politie. Natuurlijk kan ik de naam niet zeggen, maar jullie weten vast de naam en als je de naam weet, roep dan nu de naam. Dit is de apparatuur. Oh. En hiermee kijken ze of ze een wok kunnen geven. Als je dus te hard geluid hebt, weet ik wat, zonder dB-killer uit, dan gebruiken ze dit soort apparatuur, meetapparatuur, om te kijken hoe hard die klinkt. Wij noemen het de geluidproever en hij is natuurlijk van... Nu reageer onder de video. We gaan naar buiten gaan checken. Oké, jongens, hier is hij. De geluidproever van de politieagenten. En die gaan we prepareren. Er zit ook een standaardje bij, de kan je mooi neerzetten. Heb je geen ruis van niks. Zo. Hoppakee. Nou, dan die pootjes uit zo. Kijk, en dan kan je hem zo neerzetten. Leuk, hè? Test nummer 1. Dingetje even aan, even op de juiste... Kijk. Nu pakt hij het gebied. Van 80 tot 130 decibel. Dus als ik heel hard praat, zie je dat die streepjes omhoog gaan. Zie je dat? Ja toch? Telling you a tak. Streepjes omhoog. Kawasaki staat daar met de Acra kaplaplopper. Oké, dat dus. Nou, zet hem neer. In de schaduw, want dan heb je beter beeld, denk ik. Dat was mijn boer. Oké, daar zijn we weer. We hebben net even gekeken hoe hard die standaard dus klinkt. Hij klinkt op stationair 85 decibel. En met vol gas in de toerenteller. In de toerenbegrens hoor je 108 decibel. Maar nu de belangrijkste test. Hoe hard de boer kan ik laten? Hoe hard is dat? Oh, ik zeg het niet. 10. Oké, laat maar zitten, laat maar zitten. We gaan de motor binnenzetten en we gaan starten met de unboxing of een fucking spiksplit, de nieuwe Acra carbon vette shit. En het monteren van de Acra en dan weer een geluidstest. Yeah. De motor staat klaar, een spiksplit, een nieuwe brug met de spiksplit, een nieuwe motor trouwens. En hier heb ik... Van die kant naar deze kant, Akrapovic. Akrapovic. We'll be right back.
En je hebt nu een nieuw model van de kraapfiets. En daarvan zijn de B-killers niet meer demontabel. Ik hoop dat bij deze dat wel het geval is. Want als dat het geval is, kunnen we dus even luisteren. Kijken of je vlamt allereerst. Maar ook hoe erg het geluid is zonder B-killer. Ik ga dit eventjes niet lossnijden. Want er zit ook stiksel dat je niet mag lossnijden. Waarom niet? Als je met een mesje te diep gaat, kan je gewoon je uitlaat beschadigen. Dat is pak ik zonde. Dus we maken hem even kapot. Helemaal kapot. Wat lijkt me Sinterklaas. Met een glaafkleding, hè? Kliptank! Bam! Tape nummer 1. Kut, er staat een warning sticker op, maar die heb ik net niet gelezen. Are you ready? We started shining as far as I could see. But you'll always be beautiful, holding close, holding tight. Let the moon slowly take over on the night. The sky has never been clearer. When you murder my family, a crap bitch and I coming with the Z1000. En then do nothing. Cool. Dit zijn ze. Twee fucking spiksplinten nieuwe. Totaal carbonen pijpen. Ze wegen helemaal niks. Kan ze in de lucht gooien en weer opvangen. Dat gaan we zeker niet doen, want zo'n ding kost een keer. Ik weet eigenlijk niet eens wat het kost. Ik heb het niet betaald. Maar ik denk meer dan de rug. Wat denk jij? Sowieso meer dan de rug. Oké, weet je wat? Jullie weten vast wat deze uitlaatjes kosten. Reageer even onder de video wat deze uitlaatjes kosten. Want er zijn natuurlijk mensen die ook zo'n uitlaat onder de motor willen. En dan weten ze gelijk wat de prijs is. We gaan starten met het monteren van deze pijpjes. Maar eerst. Heel even snel op de Acra site de specs, want wie weet hebben vermogenwinst, hebben sowieso gewichtsbesparing, dat is natuurlijk hartstikke gunstig. Maar wat doen deze uitlaat nou eigenlijk? Heel even snel de site checken. We zijn eventjes op www.acrapofiets.nl en we gaan nu naar Kawasaki, het is een Kawasaki, dat is Suzuki, grapje. Kawasaki, agree, en dan kijken wij bij de Z1000. Z1000 en dan doen wij select the year, nou gewoon 2018. Oké, ja, ik zie ze inderdaad. Ja. Cool. Zal ik jullie vertellen wat de winst is? Volgens Acrapofiets is dat het volgende. Je hebt 1,7 kW winst aan vermogen bij 10.100 toeren. Je gewichtsbesparing die is echt ernstig. Je bespaart 4,2 kilo als je deze dempertje op je motortje monteert. En je torque, dus je newtonmeter, gaat omhoog met 2,2 newtonmeter bij 7600 toeren. Nou, gewichtsbesparing is echt fucking aanzienlijk. Ik bedoel, dat betekent gewoon dat je of 5 kilo zwaarder kan worden of het niet hoeft af te vallen. Je hebt 1,7 kilowatt winst. Ja, dat is gewoon echt een stukje vermogenwinst. Ik denk dat je dan over 2,5 pk of zo. Dat is gewoon winst. De prijs daartegen, ja, ik bedoel, het kost natuurlijk wel als ik geld. Het zijn slechts slip-ons, maar het kost wel serieus geld. We gaan starten met monteren. En eigenlijk is het misschien de belangrijkste winst voor iedereen natuurlijk het geluid. Want dit klinkt gewoon als een naaimachine van mijn oma. En dat willen we niet, want we willen gewoon Acra sound. Dus die gaan we eronder gooien, dat is wat iedereen wil. Dit is ook de meest verkochte uitlaatmerk, denk ik, wat er bestaat. Want wie kent de Acra niet? Als jij Acra niet kent, moet je nu reageren die Acra niet kent. Dan krijg je heel veel likes. Want zeg maar, dan ben je echt een speciaaltje als jij Acra op fietsje niet kent. Snap je dat? Ik ga beginnen met demonteren. Ik haal gewoon even het image los. Het is niet per se een how-to, het is meer gewoon even laten zien van hey, dit is die standaard, soms ziet er zo uit en dan het geluid. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ik ben het meest benieuwd naar het geluid. Helaas kunnen de B-killers dus niet uit, want het is al het nieuwste model. En daarbij is dat niet meer zomaar mogelijk. Ik zie een hele hoop images, het is slip-on, dus het is helemaal niet moeilijk. Jullie thuis kunnen dit ook. En we gaan lekker starten, we gaan demonteren, inbussies. En ik denk niet dat ik veel zal praten. Het gaat er vooral om even een beetje voor visuele ideeën. We'll be right back.
deze pijp zit er al onder de eerste acrylfiets slip-on demper. Misschien had je gezien hoe makkelijk het was. Dit is zo verschrikkelijk makkelijk en goed bedacht. Dit hipschild dat hier zit, die is zelf nog weer montabel op de bocht van je acra demper. De montage is echt met twee bouwtjes. Het past keurig en het ziet er echt fucking nice uit. En hij is echt zo licht qua gewicht. Als je hier ziet wat we hebben liggen, dan is hij gewoon echt zwaar. Dit is gewoon echt fucking zwaar, ouwe. Het is echt zwaar. Kom eens zien. Oh joh, ik kan deze niet eens optillen, die linkse. Ik kan het niet. Oeh, ging net, zag je dat? Zo zwaar is het dus. En deze niet. Kijk, met deze kijk gewoon even. Check dit om mijn kant. Sportschool. Als je dit ziet, jongen, wordt het helemaal gek aan. Moet je zien, hè. Acra Sporting, hè. Nee? Oké. Ga door met nummer 2, de andere kant. Oké, weet je wat fucking grappig is wat mijn cameraman heeft gezien? Als je zo crack bent, zo'n cracker bent, dat je maar één slip-on koopt en dat je zo gaat rijden. Dus we gaan hem even starten en kijken hoe dat klinkt. En... Ik hoor het geluid alleen van rechts. Nou, je ziet al met die nieuwe acra erop, denk ik gewoon een beetje wheelie. En zo meteen, ik tril een beetje, zie je dat? Oh, hè. En zo meteen gaan we aan de slag met nog een pijpje en als die erop zit, dan kijk je. Gekke wheelies doen. Ik weet dat ik leven hou. Als je, hoe je voelt, hoe je voelt, voel. Hier zit mijn hart als het goed is. Als het goed is. Oh ja. Oh. Ja, man. Oh, wat spannend, jongens. Kijk, weet je wat het is? Deze motor is nu inmiddels, zit ik op rij, 3 kilometer oud. En er zit geen kenteken op. Hij is niet verzekerd. Dus ik neem een klein zakenkontje risico. En dat vind ik spannend. En die wheelies, ik heb nog nooit op deze motor gereden. Het is de eerste keer, hè? Tering. Wat dit ding eruit lekker is, niet normaal. Echt. En dus pas één acra eronder. En met die andere zometeen de geluidsbeten. Ah, heerlijk, heerlijk. Ik ga snel door met het monteren van de volgende pijp. Staat dit tussen de 80 en 130 decibel? Nou, hoger dan 130 komt die denk ik niet, dat is een straaljager, hè? Toch? Iemand? Ja. 65 decibel, ja dat klopt ook wel. Cool, we gaan even starten en de twee pijpen zitten nu onder. Ze zien er echt fucking nice uit. En ik ben heel benieuwd of je nu harder geluid maakt of niet. We zitten nu dus op 114 decibel en net kon ik al wielen met één pijp en met twee pijpen, waar ik helemaal de wielen kan. Like nu deze video, want dan ga ik nu nog een wielen doen. Maar dan moet je hem wel nu echt liken en reageren wat je überhaupt van jou vond en de volgende keer het volgende systeem moeten doen. Ik ga even mijn helmpje op doen, we gaan nog één keer rijden en trek nog één keer een tering dikke wielen als je nu, alleen als je nu, deze video liked. Ervan uitgaat dat jij deze film nu hebt geliked en ik controleer, ik kom naar huis als je het niet hebt gedaan, ga ik nu een hele dikke video trekken en we gaan kijken hoe die dus klinkt als ik van gas voorbij rijd. Oh, hij loopt een stuk makkelijker nu met die uitlaat. Zijn weer in de zaak. Die wielen zijn gelukt. Ik hoop dat je hebt geliked, anders kom ik je opzoeken, zoals ik al zei.
We hebben dus de Kawasaki C1000 gepakt deze keer. En verstand uitlaat zijn we gaan naar de Acrobat uitlaat carbon slip-ons. Het zijn fucking dikke uitlaten. Het is echt een fucking dikke motor. Hij rijdt zo verschrikkelijk lekker en dat wist ik helemaal niet. Wat ik zeg, normaal gesproken durf ik nooit wielen te doen op een motor met eigenlijk meer dan één cilinder of 600, 700cc. Weet je, ik ben eigenlijk Dukies gewend, Duke 3, 4, bla bla. En daar heb je heel veel gevoel dat je gaat dichtgooien. Bij deze normaal gesproken minder. Maar ik moet zeggen, deze Kawasaki reageert heel lekker op gas. En gas dicht is ook gewoon dat hij weer naar voren gaat, weet je wel. En je hebt ook racemotoren, als je gas dichtgooit, dan loopt het zo soepel dat je dan eigenlijk geen gevoel dat hij terug naar voren gaat. Ik vind het niet belangrijk. Dikke motor, spiksplinternieuw, hij is van Motor City en dan wil ik ook gelijk Motor City bedanken voor het gebruik mogen maken van deze Kawasaki. En ik hoop dat je niet boos bent dat ik even een wieltje trok voor de film. Maar goed, ze hebben mij nog ingevoerd als stuntpiloot. Ik wil als ik mezelf plat rest op mijn problemen niet van Motor City. En hij rijdt lekker, ik ben blij. Ik hoop tot de volgende video. En als je nog meer van deze video's wilt zien of als jullie een vol systeem uitlaat van deze Kawasaki wilt zien, moet je even reageren op deze video dat je dat wilt zien. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Volgende Joey, blijf volgen op YouTube, Facebook en abonneer op dit kanaal. I'm telling you, Rustic. Als je het leuk video vond, like je. Yeah.